Alsof je een voorbeeld hebt. Hier zijn wel goede bijen hier. Ja. Die hebben het vroeger gedaan. Ik heb het vroeger nooit gedaan. Dit is het juiste. Wilt u dit nog heel lang gaan doen? Ja, zolang ik nog kan, hè. Tuurlijk. Al is het nog, als maar vast 10 jaar nog. Dus, Hoezo? Hoe is dat waar? Hoe lang doet u nou al tafeltennis? Oh, ik ben al heel lang bezeten van dit spelletje. Ik ben jong begonnen, maar ik ben tussendoor gestopt geweest. Maar ik denk dat ik zeker een jaar of 20, 22 mee bezig ben. En nog een bepaalde reden waarom je dit bent gaan doen? Nee, het leuke vind ik nog steeds. Ik speel nu zelf niet meer actief, maar ik ben als trainer actief. Het leuke vind ik dat je ontzettend veel moet bewegen en beweging moet kunnen controleren. In deze sport is het eigenlijk ontzettend een grote moeilijkheidsgraad. En dat zorgt ervoor dat je het eigenlijk nooit helemaal beheerst. Dus je ziet ook als je naar een wedstrijd kijkt, veel mensen, het lijkt vaak gefrustreerd zijn. Maar dat komt omdat de moeilijkheidsgraad zo hoog ligt en je eigenlijk nooit de perfecte game kan spelen. En dat is wel de grote uitdaging om dat te halen, zeg maar. Dus dat blijft altijd een mooie uitdaging. En kan iedereen nou zomaar beginnen met tafeltennissen? Ja, iedereen kan beginnen met tafeltennis. Zoals ik al eerder zei, je hebt het spelletje tafeltennis en de sport tafeltennis, zeg maar. En dat betekent ook zeker als je bijvoorbeeld minder valide bent of wat dan ook, wat zwaarder van postuur bent, dat je prima de tafeltennissport kan beoefenen. En je kan het eigenlijk in alle gradaties beoefenen. Dus hoe hoger je komt, hoe meer je uiteraard moet kunnen, zoals in iedere sport. Maar het is eigenlijk een heel toegankelijke sport voor iedereen. Omdat je, ook als je minder bewegelijk bent, prima achter een tafel kan pingpongen. En hoe lang bestaat deze vereniging nou ongeveer? Volgens mij dit jaar 60 jaar. Komend jaar 60 jaar, ja. Nog een bepaalde reden waarom dit Never Despair heet misschien? Die zal er ongetwijfeld zijn, maar dat is ooit vroeger bedacht en de naam dragen we nog steeds. Ik zou de reden niet weten. En de leden, hoeveel leden zitten hier nou ongeveer bij? Nou, we zitten nu op een kleine 200 leden, waarbij we in ieder geval met de jeugdleden weer een enorme aanwas hebben de laatste anderhalf jaar. En we hopen dat we nog veel groter gaan worden, want we zijn in het verleden ook veel groter geweest nog. En is er nou ooit een grote blunder ondergaan bij tafeltennissen? Een grote blunder. Wat nog wel eens voorkomt, maar dat is mijzelf nooit voor overkomen, is dat iemand van boosheid met zijn bedje tegen een tafel slaat en vervolgens breekt dan het bedje of zo. Dat gebeurt wel. Maar dat is mijzelf gelukkig niet voor overkomen. Oké, en is nou een goede versiertruc om te zeggen, ik doe aan tafeltennis? Nou, langzamerhand zou het wel eens weer een goede versiertruc kunnen worden, want we zien dat er meerdere meisjes weer komen tafeltennissen. Je moet er wel in de jongere groepen beginnen, want zeker bij ons op dit moment hebben we maar één meisjesteam. En dus daar is het niet zo verstandig om als versiertruc te gebruiken. Maar ik denk als ik heel jong was en ik zou in deze groep tafeltennissen, dan zou ik hem weer kunnen gaan gebruiken, denk ik. Oké, dankjewel. Dankjewel. Ik vond het heel leuk. Heel gezellig om te doen en zo. Vermoeiender als je denkt hoor, ik zeg het je. Maar ik kan het al best wel goed na een dag. Als je denkt van, hé, dat wil ik ook doen. Ik kon net zo fit blijven en zo. En lijkt me toch best leuk om te doen. Ga dan naar het adres wat hieronder in beeld komt. Wow, ik had best goed, hé. Houdoe! Ho! Hallo. Welkom bij de pingpong. Het is heel spannend.